Werkt veilig of werkt niet. Dat is wel een erg belangrijk ding voor ons. Dat is vaak de kapstok waaraan wij alles op kunnen hangen. Er zijn continu discussies over de veiligheid. De ene die ziet de veiligheid toch anders dan de ander. Als ik het constateer dat het niet goed is, zorg dat het direct opgelost wordt. Je kan het op een gegeven moment ook alleen maar verkeerd doen als je niet uitkijkt, hè? Waar ik me altijd een stoor is aan de opmerking die je wel eens krijgt van ja, veiligheid kost alleen maar geld en levert niks op. Natuurlijk kost veiligheid kost geld, maar dan kost je kop koffie ook niet in de catering. Alles kost geld wat je doet. De vraag is alleen, is het een nuttige investering of een nutteloze investering? Want je kan dan niet zeggen dat investeren in veiligheid en een veilige werkomgeving voor de mensen op te bouwen en mensen naast te bouwen, dat dat een nutteloze investering is. Ik heb het idee, als de communicatie niet goed is, dat er toch nog fouten kunnen gebeuren in het spoor. Waaronder aanrijding door krollen, machines. Wat we toch ook wel gemerkt hebben, is dat daar waar je niet kijkt, toch ook wel vaak hele grote risico's zitten. En hebben we ook echt nog een keer iedereen op het hart gedrukt dat veiligheid het belangrijkste is. En je kijkt continu van wat is veilig, wat is niet veilig. En als je onveilige situaties ziet, dan ga je de personen die daarvoor verantwoordelijk zijn, die stuur je aan. En dan heb ik vaak gezien dat als je dat met de juiste argumenten kunt onderbouwen, dat bijna iedereen zegt, we gaan die kant op. Dit zijn gezonde discussies, het gaat soms ook heel fel eraan toe. Maar uiteindelijk komen we er toch wel uit. Veiligheid gaat altijd boven planning en budget. Maar waarom heb ik in het voortraject dan nog discussies? Durf jij om een project onder enorme tijdsdruk en met alle ogen op je gericht een passende plaats te maken om de veiligheid te garanderen? Ik ben naar de bouwplaats gegaan omdat ik geen goed gevoel had of dat alles veilig zou gebeuren. Zou jij dat ook doen? Als het niet veilig kan, gaan wij niet aan het werk. Durf jij dat ook? Ons werk moet veilig. Punt.